came a cry about plunging from the sky. 3,000 horses silent as the ship began to die. The flares to guide a path ignited at the last. The empire of the clouds, just ashes in our past. Just ashes at the last. Zo is het. 4, 3, 2, 1. Het idee van Empire of the Clouds kwam eigenlijk voort uit het feit dat Iron Maiden in interviews vertelde dat ze die track niet live gingen spelen. I kind of feel I want to hear the main track again, but that's just... En toen de nieuwe plaat uitkwam, toen Book of Souls uitkwam, toen viel dat nummer natuurlijk meteen op. Het begint met de piano, die we natuurlijk niet veel gehoord hebben op Iron Maiden albums. En een hele catchy melodielijn. Nou, Joey kwam aan met het nummer eigenlijk, Empire of the Clouds. En persoonlijk kende ik het nog niet. En ik wist dat Joey het ging doen. En dan luister ik bewust eigenlijk ook niet te veel naar het nummer. Omdat ik niet te veel al beïnvloed wil raken door het origineel. Wat we gedaan hebben is eigenlijk zeg maar gewoon is die track gewoon heel veel geluisterd met elkaar. Bruce die heeft die piano ingespeeld. Het was een hele uitdaging om ermee aan de slag te gaan, want we hebben het nummer eigenlijk helemaal ontleed tot aan de kern. En vanuit die kern zijn we weer gaan bouwen. En dat was iets wat wel heel lastig was, omdat er eigenlijk meerdere kernen zitten in dit nummer. Geen van die wilden we eigenlijk overslaan. Yeah, that sounds like sense. Well done. You said another a drummer talking sense. It's brilliant. Mike is natuurlijk een hele sfeervolle, melodische drummer. En in deze track waar zoveel melodie in zit, als je dat ook nog eens met de drums kunt benadrukken, ja, dan is geniaal. Ja, dus we hebben heel veel geluisterd. Dus af en toe zit ik met mijn telefoontje, zit ik zo. Ik vind het gewoon fijn dat het nog niet te vast zit in mijn eigen systeem, zeg maar, van oké, zo klinkt het. Want met Media United proberen we toch altijd eigen draai te geven aan de nummers. Ja, het is heel veel communiceren met andere muzikanten,
gaan we het precies doen zoals op de plaat, dit stukje, of gaan we een eigen draai aangeven, weet je wel, of speel ik dit loopje, speelt Ruud dit loopje. Wat speciaal is aan dit nummer is dat Iron Maiden zelf heeft gezegd dit nooit live te gaan doen, omdat hier piano in zit en ook in het origineel, ingespeeld overigens door Bruce Dickinson, wat is eigenlijk ongelooflijk, wat kan die man niet, de piloot, hij schermt op topniveau, in ieder geval van mij wint hij sowieso, hij is zanger in een of andere band, dat is van gehoord misschien. Speelt gitaar en dan speelt hij ook nog piano. Ja, die gast is helemaal een soort van wonderkind is het. Een wonderkind. Ja, maar dit is niet het themaatje. Het eerste stukje is hetzelfde als de zanglijn. Het stukje waar je net speelde, dat komt daarna pas. Oké, dus je krijgt eerst. En dan? Dan krijg je wel die. Ja. En daarna krijg je. Ja, oké. Yes. En als je dan aan zo'n nieuw nummer begint, een lang nummer, 18 minuten lang. Is dat natuurlijk echt zo'n lap tekst die gezongen moet worden en die uiteindelijk eigen gemaakt moet worden. Tekst, melodielijnen van de zang en ook nog eens het verhaal brengen met de juiste toon en dat mensen ook echt horen en begrijpen wat er gezongen wordt. Want het verhaal is gewoon enorm belangrijk in dit stuk. Dat vergt voor Damien wel. So you have to, we have to finish the bar. Right, gotcha. So there's a gap there. There's a gap there, yeah. In the gathering glow, silvered in the sun, never tested with the fury, with the beating yet to come, the fury yet to come. Kunnen we die maat daar uithalen? Hanging at the mast, waiting for command. His Majesty's airship
the R101. So here I am, I'm not really there. Smiling faces ever so rare. Let's walk in deeper space. Living here just isn't the place. Help me.